kracht van deze training is dat het allereerst om groep 8 gaat. Groep 8 van de basisschool. Juist deze kinderen die gevaar lopen als het gaat om misstanden, misbruik. Dan zie je dat gebeuren tussen de 12 en de 17. Op het moment dat wij dus pas op de middelbare school iets gaan doen, zijn we eigenlijk te laat. Het thema was seksualiteit. We hebben voorlichting gehad. Van de stichting No Shame. En daar hebben we uitleg van gehad over hoe je je niet hoeft te schamen als er iets ergs is gebeurd. Waarom is deze voorlichting zo belangrijk naast wat op deze school al geboden wordt? Omdat deze net wat verder gaat. Wat in principe bij de leerdoelen staat, is precies het stuk over hoe maak je kinderen, hoe komen er kinderen. En ga je eigenlijk niet verder op hoe kan het zijn dat je de gevoelens die daarbij komen kijken, dat ze daar nog misbruik van gaan maken of dat daar gebruik van wordt gemaakt door anderen. Wat jij het leukste onderdeel van de seksualiteit voorlichting die je de afgelopen 2 weken gehad? De foto's. Dat ze die op rij moesten hangen. Dat vond ik wel heel leuk. De slagsteden dat je daar dezelfde naam van moest verzinnen, dat vond ik wel grappig. Daar wist ook veel geloof ik. Ja. Wat heb je het meeste ervan geleerd? Over dat als er bijvoorbeeld iets bij jou is gebeurd, wat je eigenlijk helemaal niet fijn vindt, dat je dat altijd moet melden en dat je daar niet voor hoeft te schamen. Dat ook al word je onder druk gezet, zeg maar, dat je dan gewoon tegen je ouders moet zeggen of tegen iemand die je goed kent. Ik vind het heel belangrijk op basisscholen, omdat kinderen met name in groep 8 zitten al heel lang hier in een veilige situatie waarin ze zich prettig voelen, waarin ze ook open genoeg durven zijn om over dat soort dingen te praten. Ja. En ze zijn nog op een leeftijd waarop ze wat meer beïnvloedbaar zijn dan wanneer ze al verder zijn. Dus minder kwetsbaar voor beïnvloeding en nog wel open voor wat er allemaal ook door volwassenen gezegd wordt. Nou, wat ik heel belangrijk vind is dat kinderen leren waar hun eigen grenzen liggen. En nu net door dat te doen op de basisschool heb je nog een veilige omgeving. Zij is ook nog relatief jong natuurlijk. En kun je voordat ze de stap gaan maken naar de middelbare school en in een andere omgeving komen, naar allerlei spannende dingen in de wereld gaan ontdekken, kun je met hen nog denk ik redelijk veilig het gesprek aangaan over van wat is nou wel oké, wat is niet oké. Waar liggen je eigen grenzen? Wat zet je wel of niet op social media? En al dat soort zaken. Ik denk dat het een goede leeftijd is om dat soort zaken bespreekbaar te maken.